lekker even zwemmen met de kleine voor de eerste keer. Dit is op het zwembad. Of, dit is in het zwembad bij Cora Cabana waar wij verbleven zijn. Die kleine wil meekletsen. Maar ja, dit was dus bij, in het zwembad bij Cora Cabana waar we dus 2 weken zijn verbleven. Hij vond het echt hartstikke leuk in het zwembad. Ik ging ook af en toe dat ik alleen met zijn voetjes het zwembad inging. En dan ging hij helemaal lopen sparten. Daar heb ik helaas geen filmpjes van, maar dat was echt leuk. Maar goed, dit was dus zijn eerste keer in het zwembad met zijn zwembroek aan en zijn zwemhoedje en alles. Ik heb hem wel hiervoor ingesmeerd, omdat hij nooit die zon is nogal heet op een herre. Dus ik had zoiets, weet je, better safe than sorry. Maar goed, ik was gewoon eventjes lekker aan het drijven met de kleine. Ik heb hem er ook een paar keer uitgehaald. Als het goed is, haal ik hem er hier uit. Hij staat hier trouwens. Hallo, Eline. Ja, de kleine. Ik zit hier een voice-over te doen en die kleine slaat me alsof ik niet mag praten of zo. Maar goed. Ja, maar die kleine die loopt dus af en toe ook soms dat hij zo staat. Omdat waar we nou staan is eigenlijk een soort trap. En er is ook zo'n soort zitgedeelte waar je op kan zitten, lekker chillen en zo. Maar ja, op een gegeven moment dan haal ik hem er even uit, want dan had ik een beetje moe van dat stomme gele ding. En ja, dat was ook hartstikke leuk. Ja, ik ging eerst even lekker drijven. Gewoon leuk, even door het zwembad heen zwemmen. Het zwembad was best wel diep, dus ik drijfde eigenlijk samen met Karis op de floaty. Wat ook hartstikke handig was, want ik ben dus blijkbaar niet zo zwaar. Maar goed, ja, dus dit was gewoon even... Het lijkt alsof ik heel lang ga zwemmen, maar het was gewoon maar 10 minuutjes ongeveer, geloof ik. Want nadat ik het filmpje op stop gezet heb, dan was ik er eigenlijk al gewoon uitgegaan. Want ik werd een beetje te saai zo in mijn eerpie. Maar goed, ja, hopelijk is het niet een beetje te saai. Maar misschien niet. Ik weet niet. Let me know in de comments down below. Als dit soort filmpjes te saai zijn. Anders ga ik gewoon ander soort filmpjes doen. Dat mensen wel willen blijven kijken natuurlijk. Maar goed. Let me know. Hier haal ik hem er nou even uit om lekker even tegen me aan in het water te zwemmen. Kijk niet naar mijn lichaam. maar goed. Ja, dat vond hij ook hartstikke leuk. Hij was er hartstikke rustig over. Vond het grappig om met zijn handjes zo lekker te spelen in het water. Vond ik zelf eerlijk gezegd ook wel leuk. Ik bedoel, ik vind dat floaty ding wel leuk en wel geinig eigenlijk. Het is wel handig. Maar soms vond ik het toch leuk om even gewoon een beetje tegen je aan. Even door het zwembad heen lopen. Dan kan het kind ook een beetje... alles anders ervaren. Nou, hij heeft ook van alles te vertellen. Hij vond het hartstikke leuk, zoals je kan horen. Maar goed. Thank you.
Hier zijn wij ergens anders gaan zwemmen. We zijn vandaag naar Hillside gegaan. We hebben gaan zwemmen in een zwembad met de kleine. Het is een magnesium zwembad, heet dat geloof ik. Samen met mijn moeder. Mijn moeder was ook gekomen. Die was heel wat later geweest. Dan hebben we lekker gegeten. Dan zijn we lekker in een cabana. Een cabana heet dat? Weet ik niet. In een lekkere cabana gaan zitten. En ja, ik wou hier gewoon foto's maken. En ik dacht, dan screenshot ik ze wel gewoon. Maar goed, zie, dit is wat ik dus bedoel, dat die kleine lekker aan het spartelen is. Dat deed ik dus ook af en toe als ik in de ochtend even naar buiten liep. En dan ging ik even met die kleine lekker naar de zwembad. Maar goed, dit is dus wat wij gedaan hebben. Ook lekker op de Hillside gezwommen. Doei! Hallo dan! Ja, dit is een paar dagen later, na de terugreis. Dus ik ben, nadat ik dit filmpje gefilmd heb... Is het nou al zo'n 2 weken later? Maar goed, ik ga niet veel lullen. Bedankt voor het kijken. Subscribe to my channel. En turn notification bells on. Zodat je niks mist voor als ik de volgende keer een filmpje post. Deel het met je vrienden. Dat wordt gewaardeerd. En zie ik je in de volgende video. Ik zie er absoluut... Ik kijk nu even naar mezelf in de camera. Maar goh, wat zie ik eruit. Wat een messy hair. Ik ben trouwens ook aan het kolven. De kleine is op de opvang. Maar goed, oké. Doei doei. Peace.